Hoi YouTubes, vandaag laat ik jullie zien hoe je een gradient kunt maken op je nagels. Dit is een mooi kleurverloop waarbij je zelf kunt kiezen welke kleuren je gebruikt en je kunt dit met twee of meerdere kleuren doen. Eerst ga ik de huid om mijn nagel heen beschermen. Ik gebruik hiervoor Liquid Palissade. Dit is een liquid latex die je makkelijk aan kunt brengen en er zo weer af kunt trekken. Nu gaat het netjes maken van je nagels na een gradient veel sneller. Maar als je dit niet hebt, kun je ook gewoon plakband om je nagel aanbrengen. Dat werkt ook enorm goed en ik heb het ook jarenlang gebruikt. Ik breng de liquid latex aan om mijn nagel en wacht tot het droog is zodat het goed vast zit. Zoals ik al zei, je kunt ook gewoon plakband gebruiken, dat heeft iedereen wel thuis liggen. Ik ga nu drie kleuren nagellak op een make-up spons aanbrengen en ik meng de kleuren al een beetje op het sponsje zodat het makkelijker wordt om het op de nagel ook nog te mengen. Je dept het sponsje op de nagel, maar je moet niet te hard drukken. Probeer ook zo min mogelijk te deppen, want anders haal je de nagellak die je net hebt aangebracht er weer af. Laat het eerste laagje even drogen voordat je een tweede laagje aanbrengt. En hoe meer pigment er in de nagellak zit, hoe minder laagjes je nodig hebt. Wanneer je klaar bent, kun je de nagellak op de huid weghalen met een eyelinerkwast van de HEMA en aceton of wat nagellakremover. Zodra je een topcoat aanbrengt, zul je zien dat de kleuren nog mooier in elkaar gemengd zijn. Dit was het! Je kunt nu van je nagels genieten. Laat mij weten welke tutorials je nog graag zou willen zien en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Je kunt me ook volgen op social media. Bedankt voor het kijken!